Oh, eindelijk weer geef naar me je lunchgeld. Dat heb ik niet. Weer? Anders sla ik je in elkaar, oké? Okay? Ja, maar ik heb dat niet. Lunchgeld. Ik heb dat niet, nee. Dan. Maar weet je wat eruit zit te komen? Een pakken slaag hier. Wat doe jij nou weer? Je eend. Wat ben je Sam aan het slaan? Sam, gaat het? Een soort van. Oh, waarom sla je hem, Jos? Ik ga naar huis. Hier, kijk hem nou, dat weet je. Doe eens normaal tegen hem, joh. Die koekwous met zijn koekje op de shirt. Jongen. Maakt het nou uit wat voor shirt hij draagt, oké? Okay? Iedereen is koekwous. Gelijk. Jos, je moet echt een keer normaal doen of ik ga naar de directeur. Jij moet een keer normaal doen, oké? Sla me niet nog een keer, hè? Want ik sla gewoon terug, Jos. Denk je dat ik bang ben voor jou? Denk je dat ik... Waarom sla je mij nu in elkaar? Maar je bent echt een stommerik, Jos. Sla me met rust. Jij bent een stommerik. Oké, goed zo. Maak dat je wegkomt, jij. Ga weg. Sam, wat doe je daar? Verstoppen. Gaat het? Ja. Oh, hij heeft me ook lappen gegeven. Oh, tegen mijn hoofd en dat soort dingen. Gaat het wel, Dennis? Ja, die Jos is echt een stomme pestkop. Hij pest me altijd en nu jou ook al. Vroeg die jongen lunchgeld. Ja. Altijd als ik naar school ga, dan pakt hij ook al mijn lunchgeld af. Ik kan nooit een broodje kopen in de kantine of dat soort dingen. Sindsdien geven mijn ouders me ook helemaal geen geld meer mee. Ik kom de hele tijd thuis van school en heb ik mega veel trek en honger. En dan denken ze van, maar we geven je telkens geld voor op school en ze weten niet dat ik gepest word. Dan denk ik dat ze me uitlachen, weet je wel. En als ze een probleem ervan maken op school dat ik gepest word, dan lacht iedereen me uit. Ja, dat snap ik. Wat zou een oplossing kunnen zijn, Sam, om ons te beschermen tegen dat soort pestkoppen? Ik heb online een beveiliger gezien. Een beveiliger? Wat is dat dan precies? Dat is iemand die je beschermt. Wow. En die kunnen we dan inhuren online? Ja. En die kunnen we dan altijd beschermen? Dus ja. Wat er ook gebeurt in Minecraft, stel je voor ik val in de lava, dan komt hij me redden. En als de pestkop komt, dan slaat hij de pestkop in plaats van de pestkop mij, toch? Ja, precies. Oh, dat zou perfect zijn. Die ga ik meteen thuis bestellen online, Sam. En zullen we daarna spelen? Is goed. Oké, dan ga ik snel naar huis, ga ik die bestellen en dan zie ik je erna, oké? Ja, is goed. Oké, tot zo. Tot zo. Mijn beveiliger, die moet ik meteen hebben. Als ik dit eerder wist, dan werd ik nooit gepest. Laat ik naar huis gaan. Ik ga die beveiliger kopen. Perfect. Ik heb de beveiliger gekocht online. Nu moet ik alleen nog maar wachten tot hij voor de voordeur staat. Klap, klap. Hallo. Oh, dit is perfect. Dan zal je hem hebben. Volgens mij is dat hem. Hallo daar? Hallo. Jij hebt mij besteld, toch? Ja, wat is jouw naam om precies te zijn? Ik ben Pieter de beveiliger. Pieter. Ja, dat was het inderdaad. Kom binnen, Pieter. Ja. Oké. Okay. Super fijn dat je er kon zijn. Ik heb je inderdaad online besteld. Jij bent mijn beveiliger voor de aankomende 24 uur, toch? Ja, dat klopt. En als ik het goed zag, kon ik achteraf betalen, hè? 5 diamonds was het, hè? Ja, maar dan moet je wel echt betalen. Anders krijg je problemen. Ja, Pieter, de beveiliger. Natuurlijk betaal ik je gewoon. Oké, dat is mooi. Nou, zeg maar, de reden dat ik je inhuurde is omdat ik heel erg veel last heb van pestkop op school. Ik word de hele tijd gepest, in elkaar geslagen en dat soort dingen. En daar ben ik klaar mee. Nou, maar die zijn niet toegestaan in deze wereld. Nee, inderdaad. Dus ik dacht, ik huur een extra sterke beveiliger. En jij was de beste die ik kon vinden. Wat stond in je beschrijving? Ik ben supersterk en ik sla ze met mijn vis. Wat bedoel je daarmee eigenlijk? Ja, deze vis. Wat is die vlucht hier? Hoe lang heb je die vis al in je broekzak? Ik denk misschien al wel een jaar. Sla je ze met een rauwe vis? Jazeker, want dan kunnen ze die vis ruiken, weet je. Nou, dat is goed. Pieter, de beveiliger als je hier staat, dan ga ik nog heel even mijn serietje afkijken op de televisie. Ja, en dan, dat is helemaal goed, meneer. Dan gaan we zo meteen naar school toe, oké? Oké, tot zo. Oh, ik kan het niet geloven. Zo'n slimme, sterke beveiliger heb ik gewoon nu. Nou, laten we nog even snel SpongeBob afkijken op de televisie. Klop, klop, Dennis. Ben je thuis? Wow, dit was echt mega grappig. Wie ben jij? Wat gebeurt hier? Hij dringt binnen. Indringen zijn hier niet toegestaan. Hij slaat me met een zalm. Met een vis heeft hij je geslagen. Ja. Pieter, dit is Sam.
dat is mijn beste vriend, oké? Okay? Auw, ik dacht dat hij een indringer was. Geen indringer. Nee, hij ziet er toch ook niet uit als een inbreker, Pieter? Kijk dat outfitje van hem. Hij heeft een schooltas op zijn rug, een koekje op zijn shirt. Ja, maar je moet niemand vertrouwen, oké? Okay? Dat is waar. Jij bent de beveiliger. Jij zal het wel beter weten. Ja, ik ben de beste beveiliger van Blokstad. Oké, ja, Pieter. Ga maar even daar staan, bij de bosjes daar, oké? Okay? Oké. Sam, gaat het? Oh. Ja, hoor. Is die vis in de lucht? Oh. Ja, dat is die vis waar hij mij mee sloeg. Ja, sorry, maar zie je, het is mijn nieuwe beveiliger. Hij is supersterk en mega goed beveiligd, oké? Okay? Die pestkop Jos, die kan ons nooit meer iets maken. Maak je geen zorgen daarvoor op school, oké? Okay? Oké, gelukkig. Alleen wel sorry dat mijn beveiliger je in elkaar heeft geslagen met een vis. Wat is die ook aan het doen daar? Laat ik hem even afluisteren. Wat kijken jullie maar aan bosjes, hè? Moet ik jullie laten verbranden met mijn taser? Kom vechten dan, hè? Ik kan jullie in elkaar slaan, hè? Pieter! Hallo, wie is daar? Indringer! Pieter, wat ben je aan het doen? Ja, die bosjes die gaan me in elkaar slaan, dus ik sla ze terug. Pieter, dit is gewoon mijn voortuin. Die bosjes stonden er altijd al. Echt? Ja, het zijn gewoon planten, zeg maar, Pieter. Oh, sorry, meneer. Nee, dat maakt niet uit, hoor. Kom anders met ons mee. Ik wil je voorstellen aan iemand, oké? Ja, dat is helemaal goed. Oké, deze kant op, Pieter. Klop, klop. Zoe, hallo, ben je daar? Hallo, tuurlijk ben ik hier. Hey, Zoe, ik wil je even voorstellen aan iemand. Oh, aan wie? Aan wie? Nou, aan deze meneer hier. Dit is Pieter, mijn beveiliger. Ja, hallo, Pieter. De beste beveiliger van Blokstad. Ja, de beste beveiliger die er is. Echt de allerbeste. Oké. Zoe, kan ik je helpen spreken? Wacht heel even hier, zo. Ja, je weet toch wel Jos, die pestkop op school? Ja. Ik was er een beetje klaar mee, dus ik dacht, ik huur een beveiliger in. Die beschermen ten alle tijde, wat er ook gebeurt. Inbrekers, diepen, pestkoppen, overvallers, noem maar op. Alles wat er maar allemaal heel komt, slim bedacht, dat houdt Pieter tegen. Hij is mega sterk, oké? Okay? Maar dat wou ik je even zeggen, dus dit is hem. Pieter, wil je helemaal zo'n snoepje voor Zoe? Ja, lekker. Ja, je hebt gelukkig. Ik heb net taart gebakken. Oh, taart? Wow. Ja, steen. Oh, dat ziet er lekker uit. Oh, lekker. Snijp hem aan, Zoe, snijp hem aan. Ja, dat is heel lekker. Ja, zeker. Kijk, heb jij nou een mes vast? Heb jij nou een mes vast? Hou tegen, hoor. Dat doet niet, hè? Pieter, wat ben je doen? Ik heb een mes vast. Anders krijg ik klappen met mijn zalm. Pieter, rustig. Pieter, doe die wapens weg. Oké. Wat is er nou? Ze heeft een mes vast. Wat ben je nou allemaal voor die doen, Pieter? Ze wil toch die taart snijden voor ons? Oh ja, sorry. Maakt niet uit. Kom even een stapje naar achter, oké? Even rustig. Ga hier naar buiten, over die balie heen. Ja, doe alsjeblieft die vis weg. Oh, sorry. Laat maar zitten, Zoe. Ik hoef niet meer. Als die vis die taart heeft aangeraakt, heeft hij al een jaar lang in zijn broekzak. Een jaar? Daarvoor, Pieter is een beetje heel erg beveiligend, zeg maar. Nou ja, je moet blij zijn dat hij je niet met die vis heeft geslagen. Dat had die Sam namelijk wel. Ja, die vissenlucht komt van Sam af. Sorry daarvoor. Maar Zoe, wij gaan er vandoor, oké? Ik wil Pieter laten zien aan Tommy en Anna. Ja, is helemaal goed. Ik ga een nieuwe taart pakken. Ja, nogmaals sorry voor Pieter. Ja, maakt niet uit. Pieter, laten we gaan, oké? Pieter, kan je ons even met rust laten, alsjeblieft? Ja hoor, is goed. Oh, Sam. Hoe zit het tussen jou en Zoe trouwens? Nog niet zo goed. Hoi, Dennis. Echt een keer op... Sarah, ben jij dat? Hoi. Ja, we zouden afspreken vandaag, toch? Dat is waar ook. Jij moet wel voorzichtig doen, hè, bij tennis. Ik doe heel voorzichtig. Wat is dat? Pieter. Pieter! Wat is dit? Wat is dat? Deze, zijn niet. Oude, dat pijn. Zus, Anna, gaat het? Ik voel me niet zo goed. Nee. Stop, Pieter, rustig. Oké. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Ja, zij is een indringer. Een indringer? Ik heb met haar afgesproken vandaag. Wat is dit nou weer? Dit is mijn crush, oké? Ik ben verliefd op haar. Wat doe je nou met... Hoe kom je aan de taser? Ja, ik solliciteerde ooit voor een politieopleiding. Ja. Maar ik heb de taser gekregen voor mijn opleiding. En ik heb hem meegenomen. En je bent afgewezen voor de opleiding? Helaas wel, ja. Oké, ik kan misschien begrijpen waarom, Pieter, maar... Wacht hier heel even, ja? Oké, meneer. Sarah, heeft hij je pijn gedaan? Gaat het? Ja, het doet wel een beetje pijn. Waarom deed hij dat? Pieter,
is zeg maar mijn persoonlijke bodyguard slash beveiliger. Bodyguard? Ja, hij beveiligt me heel erg goed. Dat merk ik. Hij houdt zeg maar pestkoppen tegen, indringers, overvallers en mensen die er gevaarlijk uitzien. Dat is wel goed. Ik wist niet dat hij met een taser op jou ging schieten. Ja, daarvoor. Maakt niet uit. Volgens mij is hij een beetje in de war. Misschien is het beter als we een andere keer afspreken, Sarah. Ja, is goed. Dan ga ik even rustig naar huis. Oké, sorry nogmaals. Is oké. Doei, jongens. Doei. Ze ruikt zo lekker, Sam. Maar ze ziet er zo mooi uit, vind je niet? Deze stomme privépest, die moet eraan gaan. Pieter! Kom hier. Pieter! Deze kant op, oké? Oké. Klop, klop, Anna, hallo. Ben je daar? Ik wil je voorstellen aan iemand. Daar is Anna. Hoi, Anna. Anna, dit is Pieter. Pieter, dit is Anna. Hoi, Pieter. Ik ben Pieter, de beste beveiliger van Blokstad. Ik ben Anna. Aangenaam. Dit is mijn beveiliger sinds kort. Hij kan een beetje los uit de bocht vliegen soms. Ja, je moet je handen normaal gedragen hier, hè? Indringers zijn hier niet toegestaan. Pieter, dit is haar huis. Ik kan ze hier indringen. Wacht, is dit haar huis? Woont zij nou in de paddenstoel? Is daar wat mis mee dan, Pieter? Ja, want er horen allemaal andere paddenstoelen te wonen. Paddenstoelen? Geen mensen. Bedoel je kabouters? Misschien. Ik ben geen kabouter. Oké. Wil jij alles wat van mijn zalm? Wat stinkt dat, zeg? Pieter. Wat ben je aan het doen, joh? Ja, zij hoort hier niet in de paddenstoel te wonen. Dat bepaal jij toch niet? Dat is toch haar huis? Maar misschien is zij wel een indringer voor de kabouters. Pieter, sta eens op. Ja. Oké, perfect. Anna, sorry hiervoor. We gaan door. Aan mijn hoofd. Ja, doei, Anna. Sam, we gaan naar Tommy. Hier woont mijn andere beste vriend, genaamd Tommy. Jij woont in een boom. Okay. Deze kant op, volg mij maar. Tommy, ben je thuis? Hallo, Tommy? Hallo. Klop, klop, Tommy, ben je daar? Ik ben er. Hallo. Tommy, ik wil je voorstellen aan iemand. Dit is Pieter, mijn persoonlijke beveiliger. Ja, ik ben Pieter, de beste beveiliger van Blokstad. Oké. De beste weet ik niet, maar wel een goede beveiliger, Pieter. Mag maar gewoon, ja, ik ben de beste. Oké, hij is de beste. Weet je zeker dat hij de beste is? Nou, van Blokstad. Tommy, kan ik even met je praten? Ja, tuurlijk, kom maar mee naar binnen. Sam, kom ook maar even mee. Pieter, blijf maar op de uitkijk, oké? Voor indringers en dat soort dingen. Er zitten nog andere bosjes ook. Tommy, je hebt toch een tijdje de beveiligingsopleiding gedaan? Dat was jij toch? Ja, zeker. Was ik, ja. Is het normaal, zeg maar, dat een beveiliger iedereen aanvalt die ziet? Zeg maar ook meisjes die je leuk vindt. En misschien ook bosjes. Bosjes, ja. Ik heb het meegekregen. Weet je ervan? Nou, ik zat zo hier uit mijn raam te kijken en ik heb alles meegekregen, jongens. Tommy. Ik zag hem hier gewoon tegen een bosje aanslaan. Daarover gesproken. Ik word dus heel erg gepest samen met Sam op school door Jos. Misschien dat je wel eens hebt gezien die op Jos. School. Ja, dat is echt een pestkop. Ja, die pestkop inderdaad. Dat je online een beveiliger kon huren. / bodyguard. Ja, precies. Dus dat heb ik nu gedaan. Alleen ik heb een beetje mijn twijfels erover. Hij heeft net Anna geslagen met een vis. Toen Sam kwam spelen, heeft Sam in elkaar gemapt met de vis. En ruikbaar aan Sam. Dan ruik je het vanzelf. Oké. Is goed. Sam! Ja, dat is... Wat, was dat die vis? Zoe, daar had hij ze mes uit de handen geslagen, terwijl ze het mes gebruikt om taart te snijden. En hij heeft zelfs Sarah getaserd, mijn crush. Getaserd? Misschien dat we hebben kunnen kijken wat hij nu aan het doen is, maar... Is dat normaal voor een beveiliger? Nee, echt totaal niet dus. Even kijken wat hij nu aan het doen... Oh, mijn bosje, ik sla je weer met mijn vis, oké? Zit nou te mee tegen mijn bosje aan het slaan? Pestkoppen zijn hier niet toegestaan. Pieter, Pieter, kom eens hier! Hallo, ja, Pieter, wie is dat? Niet tegen mijn bosjes aanslaan, oké? Bosjes hebben ook een leven, hè? Echt, is dat zo? Ja, dat zeker. Beste meid. Ze drinken water en alles. En ze eten geen vis, dus doe die vis uit je hand. Ik denk dat ze mijn zalmensap wel lekker vinden, hoor. Godverdamme, nee. Echt totaal niet. Ik weet dat de 24 uur nog niet voorbij is, maar ik denk dat ik je moet ontslaan. Ik heb dat geen beveiliger lijkt me wel handig, nodig. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. En over die diamonds gesproken, die heb ik niet, Pieter. Wat? Ik zei toch dat je me moest betalen? Maar... Moet ik jou wel eens even slaan met mijn vis op je edekoppie? Nee, Pieter, dat hoeft niet. Oké. Wacht, ik heb misschien wel een beter idee om je edenhoofd te verbranden. Ik ben thuis. Oh nee, Dennis, redden! Ik ben thuis,
Als je meer avonturen wilt zien van ons, kijk dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten,